Het videoteam Brabant stopt ermee. 28 jaar heeft mijn nieuwsitems opgenomen in Landert en deze gepresenteerd in zorgcentrum Compostela in Zeeland. De cameramannen werden in het zonnetje gezet en bedankt voor al hun bijdrage. Een hele goede middag allemaal. Fijn dat u allemaal hier naartoe bent gekomen, naar deze speciale middag. De heren van het videoteam, misschien kunnen jullie eventjes hier komen staan, dan ziet iedereen ook... Ja, jullie hebben besloten om je werkzaamheden neer te leggen naar een hele lange periode. Want u heeft het misschien al gezien op de mooie badges die ze ook op hebben. Martin, jij bent al 33 jaar vrijwilliger hier op Compostela. En bij jou staat ook Martin, maar we noemen je eigenlijk Tini, 23 jaar. Dat is echt al een hele lange periode. En een periode waarin jullie heel veel voor Compostela betekend hebben. En ook juist net in een andere rol dan heel veel vrijwilligers misschien ook gewend zijn. Want heel veel vrijwilligers ondersteunen bij activiteiten op afdelingen, wat natuurlijk heel erg fijn is. Maar jullie zijn 23 jaar geleden begonnen echt als videoteam. Nee, 28 jaar. Oh, 28 jaar, excuus. Nog veel langer zelfs. Als ik het goed heb begrepen, was jij al vrijwilliger op de Nieuwe Heidmorgen en had Marije Koppes gevraagd van, ik heb eigenlijk een leuk idee. Ik zoek iemand of twee mensen voor het videoteam en samen met meneer Van Grinsven daar zijn jullie dat toen opgestart. En jij bent er later bijgekomen om de werkzaamheden te verrichten. En het zijn ook heel veel werkzaamheden achter de schermen geweest. Hè. Jullie zijn heel veel hier op locatie geweest om te filmen bij evenementen. Als er iets bijzonders te doen was hier, we hoefden jullie maar te bellen. Of te mailen en jullie waren paraat. Maar ook het nieuws hier in de regio werd door jullie allemaal gefilmd. En dat is misschien door heel veel mensen niet altijd gezien. Maar ja, jullie waren regelmatig op pad om van de beelden weer mooie journaals te maken. Die hier weer getoond konden worden. Jaren terug hebben we dat echt nog met een wekelijks videojournaal als activiteit gedaan. Later zijn we wat gaan moderniseren met de kabelkrant. En toen was het journaal 3 keer op een dag hier te zien op de kabelkrant. Zodat de bewoners hier toch op de hoogte bleven van de nieuwtjes in en rondom Zeeland. En wat heel erg gewaardeerd werd. We merkten wel tegenwoordig met de nieuwe AVG-wet en digitale televisie werd het allemaal wat ingewikkelder met de kabelkrant. Waardoor jullie mede ook hebben besloten, ook om privéredenen, het is mooi geweest. We hebben het jarenlang met heel veel plezier gedaan. Maar het is een mooi moment om het neer te leggen. En jij gaat nog verder bij Landert TV en je hebt tegen ons gezegd dat we altijd nog een beroep op jullie kunnen doen. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. En vandaar dat we deze middag hebben georganiseerd om jullie even te bedanken. In de bloemetjes te zetten en jullie onze waardering willen uitspreken voor al het werk wat jullie voor ons hebben gedaan. Dus daarvoor even een heel groot applaus. Dankjewel. Namens ons allemaal heel erg bedankt. Mooi bosje bloemen. Dankjewel. Heel erg bedankt. Ja. Dankjewel. Succes bij Landert TV. En tot ziens. Ja. Ja, want inderdaad, tot ziens. We hopen zeker jullie hier nog eens te zien. Hè. Kom gerust eens langs op de koffie. Nog eens even bijpraten. Jullie zijn van harte welkom. Jullie hebben nog een filmpje samengesteld voor deze middag. Met eigenlijk een impressie van wat fragmenten. Toch niet met mij erin, hè? Met fragmenten die jullie in ieder geval door de jaren heen hebben gemaakt. Want ondertussen zijn hier natuurlijk ook bewoners geweest die wat korter hier wonen. Maar dan heeft u een beetje een idee wat het videoteam allemaal gedaan heeft. Dus we zullen de lichten wat gaan dempen en de dvd aanzetten.
En dan gaan we er even naar kijken en maken we daarna er nog met elkaar een gezellige middag van. En dankjewel voor de samenwerking. Nou, heel graag gedaan. Jullie natuurlijk ook. Hier volgen enkele beelden van het allereerste journaal gemaakt in 1990. Het is ontstaan naar het idee van Marij Koppes in de Nieuwe Heidmorgen in de Reek. Van het eerste journaal wil ik u alle medewerkers voorstellen. En ook zitten hier alle apparatuur die daarvoor nodig zijn. Hier staat Martin Albers bij de camera en Tini van Grinven. Dat zijn onze cameramannen. En Marij Koppes. En zelf ben ik natuurlijk Marla. Samen proberen wij elke week voor u een leuk journaal in elkaar te zetten. Het is vandaag 22 augustus 1990. Journaal nummer 1. Ja. Hadden jullie in Zaterdag al gedacht aan de wereldkampioen? Ergens er wel in uw achterhoofd, hè? Met die voorsprong die je gehad? Ja, dat klopt, ja. In Zaterdag hebben we training gehad en training ging erg goed. Dus het kon eigenlijk niet meer, alleen pech. Ik zag wel dat de zenuwen hadden jullie niet, dat heb ik zelf gezien. Nou, nee, die komen niet tot uiting, maar ja. Die zijn er natuurlijk wel. Januari. We staan hier voor het Prachtjehuis, wat gisteravond is totaal uitgebrand. We gaan nu direct naar Ad Geurt van Kessel, die hier achter staat en die zal het nodige vertellen wat allemaal gisteravond gebeurd is. Voor het dorpshuis, althans wat het dorpshuis is geweest. Vannacht, of liever gezegd gisteravond, rond de klok van 11 kreeg de brandweer de melding binnen dat het dorpshuis in brand stond. Om pakweg 11:30 was er verder al geen redden meer aan en was het dak al helemaal ingestort. Met jouw succes op de mountainbike bij de Olympische Spelen in Athene. Van harte gefeliciteerd! Zondag was er in Den Bosch Leontien's Ladies Ride. Ze fietsten naar Boekel en weer terug. Er waren ongeveer 8000 vrouwelijke deelnemers. Marielle van Melis uit Reek fietste ruim €400 bij elkaar voor de kankerbestrijding. Ik ben ermee begonnen doordat mijn moeder ernstig ziek is. Ze heeft zelf longkanker. Mijn vriend vertelde op een gegeven moment, je wilde altijd iets voor het goede doel doen. Nou heb je een kans, doe lekker mee met de Leontien's Lady Ride. Vandaar dat ik daarmee ben begonnen. Voornamelijk is het doel voor de kankerbestrijding, voornamelijk om borstkanker. Omdat er te veel vrouwen borstkanker hebben en door geld te sponsoren willen ze proberen dat er meer medicijnen of meer dingen gedaan kunnen worden doordat het verminderd wordt. Ja.